Dit is het COVID-19-journaal, het programma van het ministerie van Volksgezondheid. Met een besmettingsratio van minder dan 25 nieuwe gevallen per dag is Suriname, volgens de internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO, nu in code oranje. Maar het positief beeld op de Surinaamse COVID-19-curve is niet het einddoel. Het einddoel is een coronavrij Suriname. Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care. Dat is een daling van 25% naar 20% vergeleken met de vorige week. 20 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanika ziekenhuis AZP. Dat is een daling van 13% naar 12% van de landelijke beddencapaciteit. Er liggen 8 patiënten in het isolatieveldhospitaal van het Wanika ziekenhuis. Dat is een daling van 16% naar 8%. In vergelijking met de vorige week. De afgelopen week heeft helaas één Surinamer de strijd verloren tegen COVID-19. Familie en nabestaanden, gecondoleerd. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid waarschuwt dat het gemak dat deze daling met zich meebrengt niet mag overslaan in nonchalance. We zijn er nog niet. COVID-19 is nog niet voorbij. De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. Elke besmetting is er 1 te veel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen, geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. Gaarne deel ik de navolgende grafiek, zodat u daaruit relevante informatie kan halen. We kunnen nu spreken van sporadische, oftewel clusterbesmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek, waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze clusterbesmetting is onder controle gebracht door het BOG. Wij moeten dus alert blijven, aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden, een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Zoals u ziet, vertoont de curve een positief beeld. Aan IHR kan aanbevolen worden dat we nu terug naar code oranje zijn. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Wij constateren de afgelopen 2 weken een toename van meldingen over feesten, clubs die open zijn en waar er massa's mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met z'n allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten. Wat ook duidelijk werd in de toespraak van onze gezondheidsminister is dat er dit jaar, omwille van onze gezondheid, geen uitbundige Oroya-riviering zal plaatsvinden. Wat onze gezondheidsautoriteiten nu de meeste zorgen baart, zijn feesten. Soms achter gesloten deuren, waar drommen mensen onbeschermd bij elkaar komen. En met dergelijk onverantwoord gedrag ligt een tweede golf van COVID-19 in Suriname op de loer. Neem de juiste houding en meld dergelijk ongeoorloofd handelen meteen via de kliklijn 105. Blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden. We naderen het eind van 2020 en het Outbreak Management Team beveelt dringend aan dat we op aangepaste COVID-19 veilige wijze de feestdagen doorbrengen. Er zijn mensen uit de entertainmentwereld die corona-antigeen sneltesten willen introduceren als entry screening voor dansfeesten of andere festijnen. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij personen zonder klachten, minder dan 60%. Ondersteund door de PAHO en de WHO wijzen wij dergelijke voorstellen met klem af. Wij zijn de sector dankbaar voor de welwillendheid om met pasklare antwoorden op de proppen te komen. Deze antwoorden zullen wij steeds blijven afstemmen op de realiteit.
Een gezond en COVID-19-vrij Suriname is ons doel. De komende weken zal de voorlichting rond het COVID-19-veilig jaar einde opgevoerd moeten worden. Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drankfestijnen dit jaar voor één keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten achter wie we zullen moeten laten. Ik herhaal dus de woorden van de president. Nee, wij kunnen nog niet uitbundig feesten. Nee, die warme brasas zullen nog even moeten uitblijven. Ja, het is uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja, u zult de sociale controle moeten uitoefenen. COVID-19 is nog niet voorbij. De algemene COVID-19 maatregelen blijven de komende 2 weken van kracht. Maatregel 8. De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer. Mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u plannen hebt om te reizen. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuis blijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. Er zal gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd. Laag, medium en hoog risico. Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De klassificatie van de landen zal voortdurend, maar tenminste wekelijks worden bijgewerkt. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming. Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor voetbal en volleybal reeds zijn vastgesteld. Wij werken met voortvarendheid aan de protocollen van de overige takken van sport. Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG, www.bogsuriname.com. Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Het Hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventieprotocollen dringend in acht nemen. Beste landgenoten, gezonde voeding en optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterk uw eigen weerstand te alle tijden. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het heeft even geduurd, maar het bootvervoer tussen Komowijnen en Paramaribo is alweer op gang gekomen. Hoewel de vloot nog op halve kracht opereert, zijn boothouders tevreden met het gegeven dat 12 van de bekende veerbootjes na maanden weer varen. Nieuw voor hen en de passagiers zijn niet alleen de tarieven, maar ook de aanpassingen in verband met COVID-19. Zo mogen tot maximaal 20 personen aan boord, zijn handreinigingen en mond-neuskapjes verplicht en natuurlijk als vanouds een zwemvest. Thank you.
de boothouders moeten wel 20 mensen in de boot laten zitten. En iedereen met een mondkap. En elk passagier die in die boot gaat, dient dan een handsanitizer te gebruiken. Elk boot heeft zo'n handsanitizer. Intussen gaan we wel die apparaatje voor hun ook proberen aan te schaffen. En ik heb ook voorgesteld, omdat de District Fonds nog geen middelen heeft, dat zij dan zelf een apparaatje kopen. Zodat elke persoon die in de boot gaat, gelijk wordt gemeten naar hun temperatuur. Nu zijn er ongeveer, laten we zeggen, 10. In het begin waren ze begonnen met 3. En daarna zijn er meer bijgekomen. Dus nu is er, laten we zeggen, totaal 10 boten die al deelnemen op het traject. En die anderen zijn die een reparatiebeurt moeten eerst doen en zo. Maar dat geld, we wachten nog steeds op het COVID-geld om die reparatie te doen. Anderen hebben problemen met motors en zo. We zijn zo na 8 maanden, bijna 9 maanden weer terug op het traject. Dat we weer wil deelnemen aan het traject. Na 9 maanden zijn we weer deelgenomen aan het traject. En we hebben wat regels gekregen van de DC. Dat we een sanitizer moeten hebben in de boot voor de mensen. Iedereen met een mondkap. En we mogen tot 20 personen vervoeren naar de overkant. En zwemvesten, iedereen moet een zwemvest aan hebben. En zo dan gaan we beginnen te varen naar de overkant. Die boten zijn eigenlijk groot gebouwd, maar die zitvlakken waren zodanig ingebouwd en gekeurd in de tijd met 21 personen, maar ze konden meer. Het is ook zo gebeurd in de tijd dat mensen gewoon met 25, 26 mensen in de boot gingen plaatsen. Maar er is een vergunning, vergunningsvoorwaarden die geeft aan elk boot met hoeveel mensen je erin mag zitten. En aan de hand van daarvan heeft het ministerie besloten slechts met 20 mensen volgens de COVID-protocollen. De eerste boot die hier vult is tot 6 uur zo en daarna volgt die andere, maar het is niet dat je gelijk gaat vullen, het is om mensen te wachten. En ik heb gehoord van die particuliere bussen die het ook nog niet doen, is alleen die NVB-bussen en daar heb je niet zoveel mensen die nog komen. Dus ik denk als die particuliere bussen al volop gaan rijden, dan gaat de aanloop iets anders zijn dan denk ik. Dus voorlopig is het niet zo dingen. Dus kijk, dus morgen zijn we nog hier. 2 ritjes, 3 ritjes hebben we gemaakt pas. Dus als al die boten niet zou beginnen, dan zou je misschien voor de dag alleen 1 rit maken. Iedereen is weer welkom hier. We zijn al bezig met het onderhouden van het traject. Dus ik hoop dat iedereen weer terugkomt en weer deelneemt met de boot. Dus en iedereen moet zijn handsanitizer en verplicht met een mondkap. En we hebben een COVID-regel dat 20 mensen alleen in een boot kan gaan. En zodat 20 mensen al zijn, iedereen een vest pak. En daarna kunnen we varen naar de overkant. In Kommerwijnen gelden natuurlijk dezelfde beperkingen als in de rest van het land. Hoewel de leefgewoonten op bepaalde plekken anders zijn dan in stedelijk Paramaribo, valt het hier reuze mee met overtredingen van de COVID-19-regels die in de protocollen zijn vervat. Bij het dependans Meerzorg van het commissariaat Kommerwijnen is sinds kort het COVID-19 Quick Response Team van dit district ondergebracht. Dit uitrukteam komt eraan te pas waar de gangbare COVID-19-regels worden geschonden, dan wel overtreden. Nou, we hebben een quick response team laatst geopend. En dat is vlak waar de politiestation is van Meerzorg. Het was een dependance van mij, maar ik moest aan hun afstaan omdat de COVID-maatregel een nationaal belang heeft. Waarbij eigenlijk niet wordt gekeken welke kleur je bent, welk geloof of wat voor politieke kleur je welke kleur je hebt. Dus ik moest dan koet-te-koet dan die mensen accommoderen. En ik heb nu daar mensen van RO, we hebben een militair, we hebben een politieagent, maar alleen ontberen we dan iemand van biologie en iemand van arbeid. Maar tot nu toe heb ik begrepen dat er nog geen klachten zijn binnengekomen. Ik heb een oproep gedaan eerder al via andere media en BIC heb ik deels gedaan, waarbij de mensen hebben gevraagd om dan volgens de COVID-maatregelen te leven en ook te streven
om dan geen activiteiten te ontplooien conform de protocollen. De president is duidelijk daarin. Er wordt geen vergunning verleend voor feesten en andere activiteiten. Alhoewel er wel wordt gesport in het openbaar. Dat is een voorbeeld voetbal. Kijk, Komwene is het uitgestrekte district. Mensen wonen langs de straat en de meeste scholen zijn gebouwd op centra's, waarbij dan de schoolbus gelijk daar staat. De kinderen krijgen weinig kans om zich te groeperen, maar direct in de bus volgens de COVID-maatregelen en dan zijn ze al thuis. We hebben wel één of twee meldingen gehad bij winkels, maar goed, die worden ook aangepakt door de politie, omdat je die jongeren wel hebt soms, maar die wordt wel aangesproken en dan verwijderen ze wel. Maar echter, dat er lange uurtjes wordt gemaakt, dat hebben we tot nu toe niet gemerkt. In Komwene hebben enkele essentiële productiesectoren dispensatie gekregen tijdens de nachtelijke lockdownuren. Het gaat volgens DC Rajab specifiek om vissers, groenteboeren en handelaren die hun producten al vroeg in de ochtend moeten leveren bij de centrale markt. We hebben wel dispensaties verleend voor agrariërs, mensen die hun producten opkopen of verbouwen. Om naar de markt te brengen. Je weet, als je naar de markt gaat, moet je die groenten eerst ophalen. Dus die mensen hebben wel toestemming van mij. Dat ze buiten de COVID-maatregelen nog kunnen rijden met hun pick-up. Groenten ophalen of producten, landbouwgewassen en naar de markt te transporteren. Want als je naar de markt gaat, kan je onmogelijk 6 uur van huis vertrekken. Want dan heb je de kleine file ook nog steeds. Maar ik heb gegeven aan hun dispensatie. Zo ook de vissers. Want je kan niet verwachten van dat die vissersboten binnen de termijn komen, want het is tijd on tijd dat ze binnen kunnen varen. En dan worden de vissen dan uit de boten weggehaald en die transporteurs gaan dan die vissen brengen naar de fabrieken of voor distributie of voor verkoop. Ook in Komwene zal de viering van Trividentie op 25 november onder aangepaste omstandigheden plaatsvinden. Een groot feest wordt het niet, al is het alleen maar om de huidige stabiele COVID-19 situatie niet te beïnvloeden. Ten aanzien van 25 november hebben we nog geen activiteitenplan gehad of gemaakt. Want we weten nog niet of we budget vrij zullen krijgen. Maar op onze eigen manier kan zijn dat wij hier op het commissariaat bijvoorbeeld, wij zelf een kleine feestje gaan geven, maar dat is onder ons. Maar grote activiteit denk ik niet, want de COVID-maatregelen moet je in acht nemen. Ik ben heel blij dat Surinamers hebben meegewerkt aan de oproep van de president. Dat we vandaag de dag 19 gevallen maar hebben. Vergeleken met een paar maanden terug, daar waarbij honderden mensen waren. Dus ik ben trots op Surinamers dat ze toch gehoor hebben gegeven. En ik hoop, ik spreek de hoop uit van hieruit, dat aan ieder, ook Komweners en het gehele land Suriname, je kan ook zeggen de hele wereld, dat we hun COVID-maatregelen moeten naleven, zodat wij beschermd blijven en dat er geen toename plaatsvindt. En het is aan de totale samenleving gelegen om de huidige stabiele COVID-19 situatie in het land niet negatief te beïnvloeden. Onregelmatigheden geeft u door via het verkortnummer 105 en daarnaast moeten wij ons houden aan de regels. Afstand houden, handen wassen en mondkapjes op. Tot een volgende keer.